Hey allemaal, en welkom bij een nieuwe bijtopje aflevering hier op David 2, uh, formerly known as dus David Kraft natuurlijk. Uh, vergeet niet even te liken en te abonneren. We gaan het vandaag samen met de PL, de man, de admin, Danny, hebben over uh, alles over 3.0. Het is een tijdje geleden namelijk, en dat heeft even wat voorgeschiedenis nodig, Dan, uh, dat wij het hierover gehad hebben. Wij kwamen erachter in 2018 met de DDG-server dat wij met 5, 6 verschillende dingen bezig waren en niks kwam af... 3 per 0, dat kennen we al bijna een jaar die term, we zijn er ook al lang mee bezig. Maar dev-technisch, uh, uh, frontend, oftewel wij uh, technisch, het werkte allemaal niet goed. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd: Oké, okay, wat we gaan doen. We gaan met het hele team, dat betekent uh, uh, Mark, JP, Sander, Joost, ik, Mart, Roland, gaan wij per project alles afwerken. Dat hebben we toe gekozen om PlanetCraft te doen, want MyTopia draaide tenminste al en PlanetCraft totaal niet. Nou Dan, dat is nou af zoals je weet. En ja. uh, je, je weet dondersgoed goed uh, hoeveel gesprekken jij per dag hebt nu. Uh, ja, we zijn nu met het hele team bezig met mijn ja, Omdat uh, binnen, uh, nou ik ga geen termijnen noemen, maar uh, uh, weer, eerder weken dan maanden zeg maar af te gaan ronden. Dan, daar hebben we natuurlijk een, uh, <laughs> binnen een jaar zijn er heel wat wijzigingen geweest. Uh, en ja, vandaag klopt. gaan wij hier op, op de muur. Dus op de plaats even een bordje boven met de okay. muur. De, de, de 3.0-muur of zo. We gaan hier eventjes met science eerst laten zien hoe en wat. En ik denk dat zodra wij iets fysiek kunnen laten zien wat op zo'n bordje staat, dat daar weer losse video's over komen. Maar even voor de mensen die het niet weten. Mytopia is natuurlijk 3,5 jaar geleden gelaunched. Dat heette gewoon Mytopia. Toen zo'n anderhalf, twee jaar geleden hebben we gezegd, we gaan een hele grote wijziging doen. Eigenlijk naar downtown en Atlanta en dergelijke vanaf Roland de Contraxia. Dat noemden we 2.0. En 3.0 is eigenlijk weer zo'n grote update waar we heel veel nieuwe... Eigenlijk een nieuwe game. Eigenlijk toch? Ja, heel veel vernieuwing. Ja, zonder, zonder reset want trouwens, van trouwens. Dan denken mensen misschien van: oh, maar wacht even, ben ik dan mijn spullen kwijt? Dat valt er me bijvoorbeeld mee. Um, nou, Ik heb jou gevraagd om, om MyTopia 3.0 te samenvatten met wat tapjes. Uh, misschien dat ik er zelf nog een paar toevoeg. Um, ik zou zeggen: begin, Den. Kom maar op. Ja, krijg welke bordje, wil je meetypen? Oh. Uh, het belangrijkste speerpunt met MyTopia 3.0 is wel de. Spannend. Spannend, tromgeroffel. Vernieuwing. Vernieuwing. Ja, dus we zijn natuurlijk uh, heel erg bezig. Ik zal niet al te diep erop ingaan natuurlijk. Maar heel lang bezig al met dezelfde steden. Uh, dezelfde manier van uniek uh, Met uh, de, de KVK en de FAR. En precies hoe het allemaal werkt. Als je geld wil verdienen, moet je gewoon online zijn. Mensen scammen of uh, 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 creates kopen. Of met heel veel vrienden samen winkeltjes starten. Er gaan allemaal nieuwe dingen voorkomen komen. Ja, er gaan veel nieuwe dingen komen. Dat is eigenlijk wel het grote speerpunt 3.0. Ik noem het wel... Vernieuwing en onder vernieuwing vallen natuurlijk heel veel kopjes. Ja. Um, maar is natuurlijk wel en het blijft vernieuwing. Ja. En, en natuurlijk, ik zal hem daarnaast ophangen. We begin met een G, eindigt op rinding. Of niet? Oh uitdaging, ja. 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 Uh, wat we gaan doen, eigenlijk de, de Metopia game gaan wij voor lage levels, startende spelers. En eigenlijk begonnen met mijn level 1 tour gaan wij wat logischer maken. Dus er zal, uh, er zal Via een tutorial zullen we waarschijnlijk mensen eh, makkelijk op de hoogte brengen waar alles zit, wat je ongeveer moet doen. Wij zullen zorgen dat er... Ik ga me vast even plaatsen, zodat we hier zometeen... grinding. Uh, hoppakee, via grinding kun je ook anders, iets anders doen dan alleen maar een uur lang online staan op een plein. Dat je je geld kan verdienen. En um, voor de hogere levels gaat er ook heel veel komen. Meer mogelijkheden. Uh, mensen... Kleine heads-up. Mensen zullen banken en dergelijke eindelijk kunnen starten. Mensen kunnen... Nou, noem jij nog een paar dingen, Dan, wat ze kunnen. Ja, nou, je, je verraderde net. We zouden niks gaan spoileren Nee, maar doe... Maar... Wacht, je mens. had hem net al gezegd. Nu natuurlijk de tutorial. Ik bedoel, ik, die ga ik dan wel in ieder geval goed spoileren. Um, en het is inderdaad voor iedereen die gewoon nieuw is in Mindtopia. Willen um, we de game wat een makkelijkere opzet geven? Dat je niet anderhalf uur op dat plein van Atlanta blijft staan... van jongens, weet iemand waar de level check is? Wat gezellig kan zijn, maar... He? Ja. ja. Maar het is niet bevorderend voor je eigen game natuurlijk. Nee. Dus we willen eigenlijk iedereen een goede... Um, een soort handleiding geven. Een startersguide. Van hoe start ik nou mytopia, ja, Maar dat is vooral natuurlijk voor de nieuwe spelers. Ja. Um, je hebt natuurlijk uh, de grinding. Die heb je al opgehangen. Oh ja, ja. En... De grinding, ja. Misschien dat mensen deze video kijken... Die net uh, Mindtopia zijn gaan spelen. Denken, what, 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 what? Grinding is toch gewoon je fitheid trainen en online zijn. Um, maar in het kort zijn er natuurlijk een paar video's over geweest. We gaan dingen wel wat anders doen. Want we hebben de tijd ja. er nu voor. En we hebben... We gaan het alles doen. En wat dat is, dat zul je vanzelf nog wel zien in een toekomstige video. Maar het komt er eigenlijk simpel op neer. Dat in plaats van letterlijk niks doen. Wat, wat mensen nu moeten doen om geld te krijgen en hè, een beetje fit te trainen. Uh, kunnen mensen straks, zullen we het maar even baantjes noemen. Gewoon dus. Ja, ze, ze. Een soort ze, kunnen zich, ze kunnen zich bezighouden ja. met ze iets. Ze kunnen ja. zich bezighouden met iets. Ja. ja, inderdaad. Die kunnen gewoon lekker grinden uh, voor niets. Die zal er nooit superrijk van worden. Maar uh, het gaat een heel veel sneller dan wachten op je uurloon natuurlijk. Ja, dat sowieso. Ik zie daaronder ook iets leuks. Ja, de banking. Dat is natuurlijk um, uit het oude 3.0-idee. waren dit eigenlijk wel de twee vooraanstaande ideeën: de grinding, natuurlijk. En de banking. Mm -hmm. Uh, met die banking dat wordt uh, ja, totaal die, die plugin, uh, wat, wat het voor ons mogelijk maakt om met een banksysteem te werken, dat wordt totaal aangepast en een beetje vernieuwd. Ja. Waardoor het inderdaad, wat je net zelf ook zegt, het, het mogelijk inderdaad gaat zijn voor een speler om misschien zelfs wel een eigen bank te starten. Ja, en, uh, en... Voor, voor, voor spelers, niet level 1 spelers, die gaan niet aan de beurt komen natuurlijk. Want het is heel makkelijk om level 15 te worden, dat heb ik laten zien. Maar voor mij, leningen gaan nu ook eindelijk, uh, en hypotheken gaan wat makkelijker straks, right? Ja, ja. ja. Ja, we hebben de mogelijkheid tot extra valuta's. Dat betekent dat als wij uh, zeggen. Hey, er komen drie nieuwe steden bij. Die zijn allemaal Engelstalig, Engelstalig personeel. Ja, dan hebben we natuurlijk gewoon uh, de dollar en wisselkoersen. Ja, wat ga jij doen? Oeh. Ja, ik, ik ga deze wel even opzetten. Ik bedoel, um, Heel misschien ja, natuurlijk... kan Melissa via Olivier, Spooky 538, een screenshotje fixen van een aantal modellen die, die af zijn. Ja, dat is. Uh, en dan Als dat lukt, dan zet Melissa dat nu even in beeld. Als dat niet gelukt is, dan zeggen ze: nee, sorry, David, dat heb ik niet kunnen fixen. Dus, <laughs> dan vallen wij gewoon even weg. Goed voor, ja. voor het screetje. dat is leuk. Ja, dat is schrietjes al geweest. Uh, de, de voertuigen, natuurlijk. Maar is jij zal zeker ruim een jaar lang dat we echt gave voertuigen hebben met, uh, met, met de 3D-modellen. Heb je er toevallig één om te laten zien? Want ik, ik, heb, bij, ik heb, uh, al mijn spullen, heb ik al weg. Ik denk dat ik er maar één bij me heb. Ik heb er toevallig één bij, maar dat is wel uh, één van. Degene die het eigenlijk het minst voorkomt. Oh. Ga erin zitten. Staat hij op elkaar carpet. En. Ja! Oké, okay, die heb ik inderdaad niet heel veel gezien. Nee, dat is uh, een van de modellen die, die we niet zo heel veel in de game zien. Maar het, het, het bestaat natuurlijk wel. Oh. Ja, je mag natuurlijk gewoon rijden mijn auto. Ik, uh... ik heb helemaal. Dit model heb ik dat heb ik nog nooit in de game gezien. Wel, nee, wel, wel is... de, de, de kleine, de gouden variant. Ja. Maar deze nog niet. Nou... Um, Wordt heel veel uitgebreider, om het maar even simpel te zeggen. We zullen ja. extra voertuigen binnenkomen. Niet alleen maar de high-tier super zeldzame Goldcoin auto's. Gaan we zeker nee. aan denken. Natuurlijk voor de echte verzamelaars. En de, 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 de Big Spender playerbase. Maar ook um, dingen als de fietsen. De uh, hoverboards zullen er komen. Uh, Oxbords zullen er komen. Um, helikopters eigenlijk. Oi ja we heel lang zitten wachten, maar ja. de helikopters gaan weer een ding worden. Die en zijn je, heel dichtbij. Ja, jullie weten, als helikopters een ding worden, dan zal het misschien ook niet lang duren voordat we dingen als jetpacks gaan doen. Um, ja, bij voertuigen, waar kunnen we allemaal nog meer uh, over nadenken? Ik geloof grote SUV's. Ik geloof uh, dat je politie, oude politieauto's kan opkopen van veilingen en dergelijke. Ja, dit, ja dit zit gaat, er, heel, er zitten heel veel vette dingen bij. Dit gaat mega vet worden. Heb jij dat nog dit eentje? echt heel vet worden. Ik, um, ik ga hem gewoon eens even naar zijn tutorial hangen, want dat is eigenlijk ook weer een puntje natuurlijk voor iedereen. Ik ben heel benieuwd wat er komt te staan. Ja, ik had hem er ook ja. al op staan. Uniek wordt uniek, uh, waarbij we nu heel erg veel werken aan. Ik um, ja, bedoel, als jij naar een epic reed, groot kans op legendary en dergelijke. Het is heel vaak kleding um, en ja, want chatkleuren hebben mensen al en dergelijke. We zullen de hele Unique wat anders gaan doen. En ik moet zeggen ja. dat wat jullie op de benedenverdieping hebben bij de Unique... Is al een stap in de goede richting, dat het op een andere manier gepresenteerd gaat worden. Maar ik denk ook dat mensen wel verbaasd zullen zijn op 3.0, wat er allemaal in de vulling zit. Dat denk ik zeker. Het gaat iets anders worden. Ik bedoel, hetgeen wat we nu hebben, dat zal blijven bestaan. Alleen veel veel, veel kleinschaliger. Ja. Hoeveel uh, lucky shards heb jij, uh, Danny? Ik heb er op dit moment bijna 17. Oké, okay, dus ik heb 7 Lucky shards. Nou, ja, wel handig hè? Die Lucky shards. Ja, ik vind ze ontzettend handig. Hè. Het is, is ook fijn lekker in die beeld. Die, die lucky. Shards, je die shards, Die de shards. shards. De shards zijn handig. Nee, precies. Ja. Goed. Nou, uh, ja, de Unique die wordt uh, uniek. Dat vind ik een hele goeie. Uh, dan hebben we ook nog. En. Het is een beetje raar getypt, maar u weet precies ik... wat ik bedoel. Ja, precies. Ik uh, had hem uh, eigenlijk als volgende bordje klaar staan. Oh, kijk. Nou, dan, we, denken, we denken hetzelfde. Helemaal uh, voor de de niet de, voorbereid, inderdaad. Ja, kijk. Gelijk even met het begin uh, beginnen. Uh, Myntopia is nooit en zal ook nooit een, uh, een loot-kill-game moeten zijn... waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk fun van anderen te verpesten. Zoveel mogelijk kills te hebben. Alles wat je gepakt hebt in een kistje te stoppen, want dat boeit je niet. Puur het feit dat je dingen hebt afgepakt van anderen, dat is je fun. Dat soort spelers, ga lekker naar PlanetCraft, ga lekker naar OKD. Ga zelfs naar CityCraft, waarbij het veel meer draait om het vermoorden. Maar, maar, maar. mensen die graag willen schieten... mensen die graag overvallen willen plegen, daar zullen wij iets mee moeten doen. We kunnen ja. het alleen niet player tot player vrij laten en zeggen, dus er komen roleplay regels. Als iemand een pistool op je hoofd zet, mag je niet uitloggen. Dat gaat niet lukken. wat je dan namelijk gaat hebben is mensen, zodra ze een pistool of een mes hebben, die overvallen 20 winkels per dag, elke dag. Ja, helaas wel. En dat werkt niet. Dus wat, wat we daarmee gaan doen, dat zal uh, in de vorm van een compleet nieuw wapensysteem zijn. Eigenlijk alle wapens die er nou zijn, uh, zullen ingewisseld moeten worden. En uh, we werken op een nieuwe manier het af. Ik denk ook dat er een, een, een hele duidelijke, en heb ik al een video laten zien: Black City uh, en deels misschien nog de Kaap, waar genoeg ruimte gaat zijn voor criminaliteit. Ja, zeker. En ik heb het een paar keer gezien, vooral in een roleplay van Marnik en van Duffy, gaan er ook iets van missies komen of zo. Uh, voor de criminelen wordt er wel gekeken naar um, een systeem, inderdaad ook nog wat leuker te maken. Dus niet alleen de hele dag met een wapentje rondlopen. Hé, hey, hier, ik ben de boef. Nee, precies. Je kan, ook, willen... je kan ook echt iets. Ja, we willen inderdaad ook naar het systeem toe dat ook wat te doen is. Ja, nou zijn er nu natuurlijk pistolen en messen. En dat is daar eigenlijk wel. Ik vind zelf, zeg maar, mooi dat het bordje uniek erboven staat. Ga me alsjeblieft vertellen dat we meer dan één pistool krijgen. Oh ja, zeker. Mooi. Ook met um, leuke kleurtjes en zo. Ik, ik heb hele leuke dingen klaar laten zetten bij de Texture Pack. En die jongens zijn er heel druk mee bezig. Er gaat een, een, een groot aanbod komen. Ik heb ook begrepen dat er zelfs als, um, uh, als extra fun, dat er misschien zelfs reep nepwapens in de game komen. Oh, politie zal een hekel aan ons hebben. Dat ja. er in één keer een of andere met een M16 door, door, uh, door Downtown heen loopt, maar dat blijkt gewoon een speelgoedpistool te zijn. Precies. Misschien moet, je moet je het heel... wel in het wetboek aangepast worden... dat dat ook niet mag. <laughs> Holy shit. <laughs> sta je, het is, het is, sta is je de, de crisis doen... staan er 15 man met een, met een gun in het publiek... Ja, wat als eentje echt is. All ja, going. nou ja. ja misschien zie je het verschil wel. Dat, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat is afwachten. Ja. ja maar het is, hoe leuk is het inderdaad... dat je zo dadelijk de zware revolver... ik noem even een stom voorbeeld... en een, een nep variant van is waar je dan wel gewoon mee over straat kan lopen dan een ander stukje, want heel veel mensen denken: maar wacht eens even, als de creeds straks anders zijn, als er straks andere wapens zijn, als de uitdaging straks pas komt, waarvoor zou ik nu dan nog moeten spelen? Omdat het heel druk gaat worden en je wil liever je voortgang alvast klaar hebben, want de game is ja, ja, dat is een belangrijke. En dat betekent dat je beter nu alvast kan zorgen dat jij wel level 15 of 20 bent. Want ja. de, de plotjes om een level te kunnen halen. de baantjes die beschikbaar zijn. waardoor je een, uh, een, uh, een prefix kan hebben. dat zal schaarser worden als de game gratis gaat worden. Net, ja, dat is ja, Meteen een van de punten eigenlijk waar ik mee aankwam. toen we het over 3.0 hadden samen met, uh, met Timewalk natuurlijk. Ja. Van hey, uh, Timewalk, luister, ik, ik wil graag die whitelist eraf hebben. Mhm. Mm nou, lang nadenken en een beetje wikken en wegen. Inderdaad, in 3.0 ja, gaat de bijtlisten af. Ja. Ik heb Hoe er, leuk ik, is ik dat? Ik heb er zelfs doorheen. Ja, heel erg leuk, maar wel ook een incentive voor huidige spelers om nu gewoon echt alvast een winkeltje te hebben, alvast een huisje te hebben. Ja. Want ja, als 3.0 launcht. dan wil je niet weten hoeveel nieuwe spelers erbij gaan komen. Of oude spelers die terugkomen. Die ja, zeggen van oh, als je dan speel ik het natuurlijk nog wel even een keertje. Ik heb er nog één. Heb jij er nog één? Ik heb er ook nog één. Oké. Okay. Of we moeten nu dezelfde willen doen Eh. Maar... Uh, nou. Oh. Kunnen we niet heel te veel over zeggen. Maar. Maar ja, het, het, het moet allemaal um, wat makkelijker bereikbaar gaan worden. Ja, op het moment dat je nu in het plein van Atlanta staat en je moet naar de, naar de Lucky Shard uh, avond. dan kom je letterlijk. moet je zo ver lopen. En, en ja. het is allemaal zo zonde. Meer openbaar vervoer. Uiteraard zal het een klein beetje geld kosten, sommigen. Uh, we zullen nog duidelijker alles met elkaar verbinden. En misschien dat het volgende tapje daar ook wel bij aansluit. Ik denk dat jij hem wilt droppen. Het volgende tapje? Nou, ik, ik ga eerst eens doen welke ik had. Want ik ben dan benieuwd oh. welke eerst had. Ik zal hem even onder doen. Oké, oké. Nou, komt hij. Interactief. Leg, ja, ik leg wil... uit. Wil veel meer interacties hebben, niet alleen tussen de spelers, maar ook in het bezit van de spelers. Dat spelers eigenlijk niet alleen de hele dag op dat plein hoeven te staan. Maar dat er ook misschien wel eens iets leuks in je huis te doen is. Ja, is... Of um, op een speciaal stuk ergens in de game. waar mensen dus um, elkaar kunnen mieten, een handeling kunnen verrichten. En daar dus eigenlijk niet de hele tijd AFK hoeven, te staan om alleen een gesprek te voeren. Maar ook dat er echt iets te doen is. Iets te doen in je huis, denk aan um, een pc die werkt bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Denk aan een moestuintje, bijvoorbeeld. Ja. Denk aan dat je je huis moet schilderen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, of uh, koken in je voorhuis. Koken in je voorhuis, inderdaad. Er gaat meer te doen zijn om, als je een huis hebt, zeg maar, dat je er ook echt wat aan hebt, in plaats van, laten we heel eerlijk zijn, behalve verzamelaars, die doen wat met hun huis, de rest van de mensen, die doen niks met hun huis, die leven de hele dag op een plein. En daar loggen ja. ze uit en daar loggen ze in, eigenlijk. Hele goeie. En misschien wel het laatste puntje dan, wat we Bast, past bij uh, vernieuwing, bereikbaarheids- en zones, tutorial. Um, en ja, bij die gaan we eindelijk een relatief geüpdate, net als Planetcraft. Ja, de DIN-map DIN hebben. Ik heb wordt... de vorige video, dat weet je niet, maar de vorige video heb ik de oude din map even laten zien. Gewoon ja. met wat het was, zeg maar. En zo'n soort variant. Niet live, geen spelers erop. Maar wel eentje waarin je een redelijke up-to-date versie van jouw stadje kan zien. Ja. Uh, of misschien de hele mytopia wereld zeg maar. Dat we alles uh, mooi onder elkaar weten te zetten. Gewoon zodat je dingen kan vinden. We gaan er markers ja. bij opzetten. Hier zit de gemeente. Hier zit dat. En ja, je kan er met je muis dat je ziet wat de coördinaten zijn. Dat is toch briljant? Dat is, dat is ideaal. Er wordt zoveel om gevraagd. Ja. Um, ja. ja. En ik denk dat het ook inderdaad heel handig is. Ook niet alleen voor de bestaande speler, maar ook voor de beginnende speler. Eigenlijk voor iedereen. Je staat in Gredeel... Je wil naar het gemeentehuis je denkt. Uh, waar ben ik? Hoe handig is het dat je gewoon je eigen kaart kunt gebruiken? Dat is zeker waar. Ik heb nog één vraag en ik weet niet alles over 3.0. Jij weet veel meer. Een aantal van deze dingen heb ik in de wandelgangen of in een dokje gezien, maar ik weet niet of het uitgewerkt gaat worden. Dus dit is een, een blinde. Ik ga het gewoon proberen. Deze mag jij beantwoorden. Wat kunnen we hiervan verwachten? Op het moment, en misschien niet vanaf de launch 3.0. Op het moment dat, uh, dat wij een internationale drie steden gaan hebben, ander land, België. Ik doe me even wat, het is Nederland ja. natuurlijk. Of uh, Amerika. Het staat er lang op het lijstje natuurlijk, internationaal erbij pakken. Of in ieder geval Europees. Ja, dan gaan we toch een leger moeten hebben, Danny. En wie gaat dat bepalen? Hoe gaan we erover? De politie is nu eigenlijk, we hebben eigenlijk politie staat, als we eerlijk zijn. Want er is ja. geen, geen, geen leger, er is geen CIA, er is geen FBI. Met 3,0, en dat hoeft niet eens een van die te zijn, dat zijn gewoon voorbeelden. Komen er extra staffuncties bij voor mensen? En gaan we misschien sommige andere staffuncties wat verminderen? Hoe zit dat? Uh, het laatste zeg je goed. We zullen inderdaad, denk ik, wel wat gaan we verminderen in wat functies. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd gaan er ook wel weer nieuwe functies bijkomen. Ja, nee. We zullen er in, in het begin nog niet heel veel zijn. Uh, maar inderdaad, zoals je zegt, als we inderdaad naar een internationaal bijvoorbeeld zouden gaan. Ja, houd er rekening mee dat er ook functies bij gaan komen natuurlijk. Want stel, we gaan internationaal en, en beroepen de FBI in het leven terug. Ja. ja, dan heeft dat natuurlijk wel allemaal nieuwe functies uh, en, en nieuwe mogelijkheden voor spelers. Daarom? En uniek wordt uniek. Nou, sowieso dat daar inderdaad verandering, verschuiving zal plaatsvinden. Met nieuwe presentatoren en dat soort dingen. Wapens en criminaliteit, daar moet iemand op staan. Het ja. kan naast niet anders. Ja, dat klopt. Voertuigen, ik denk dat het drukker gaat worden dan de. 1.0 voertuigenrelease, wat we destijds hadden. Um, banking, ik hoop dat de banken, de bankenjongens, de goldioxus en dergelijke dat gaan redden. Zo niet, ja, dan zullen er misschien nog inspecteuren moeten komen. Ik denk dat we eigenlijk al wel een heel flink rijtje hebben zo, Dan. Ik denk dat we ook wel een mooi plaatje hebben, zo toch? Ik bedoel, als je er vanaf een afstandje zo naar kijkt, dan is het best wel wat eigenlijk al. En dit is nog niet eens alles, natuurlijk. Best wel wat. Inclusief ja. uh, 1 à 2 compleet nieuwe steden. Uh, of, en bijna elke stad die wel iets nieuws gaat krijgen. Ja, nee, dit is echt insane. Mensen, ik uh, hoop dat jullie wat gehad hebben bij deze video. Laat vooral in de reacties achter wat je ervan vindt, wat je ervan verwacht, wat je ervan hoopt. Um, en uiteraard of je lekker komt spelen. Misschien dat je namelijk al de hele tijd geen MindTopie meer speelt, maar wel kijkt. En dat je denkt, kijk, wacht even, we hebben straks grinding, we hebben een tutorial, het wordt gratis, uh, dinmap, map noem het allemaal op alles wat hier staat. En dat je dan denkt, ja, lijkt me wat. Laat het vooral weten, want wij kunnen heel erg veel met feedback. Ik zal de pijl ook verplichten om deze video even door te lezen. Wat betreft comments, want uh, jullie, vo jullie voertuigen, wil ik zeggen. Jullie feedback is natuurlijk heel erg belangrijk. <laughs> dan, ik ga je niet langer uh, 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 ja, bezighouden, want je hebt het druk genoeg volgens mij. Dank jullie, uiteraard. De druk verder aan het kijken. Jazeker. Jaar. En uh, kijkers, bedankt voor het kijken, vergeef het te liken en te abonneren. En tot de volgende Bijntopje aflevering. Doeg!